Ja, goedemiddag, hier is weer Marcel Positivo. Trucjes toeteren voor Berlijn. Ja, dit na de nagedachtenis van de vreselijke gebeurtenis bij de aanslag eerder deze week. Vrachtwagenchauffeurs in Nederland zullen om 12 uur toeteren. Het moet een eerbetoon worden voor hun collega uit Polen, die maandag werd vermoord door de man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. De dader reed in de vrachtwagen over de kerstmarkt terwijl de chauffeur nog in de cabine was. Hij vocht met de dader, schrijven Duitse media. Door aan het stuur te trekken wilde hij proberen de aanslag te voorkomen. Transport en Logistiek Nederland steunt de toeteractie van de truckers. Volgens de voorzitter is het een heel mooi warm van compassie. Dat is natuurlijk ook niet meer als logisch en hartstikke fijn en mensen betrokkenheid tonen. Massa Positivo, tot de volgende keer.